Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft gisteren de Youth Officers, de CARICOM en de UNSDG Jeugdambassadeurs geïnstalleerd. Volgens Richenel Trustful, voorzitter van de Jeugdadviesraad, is dit een groot moment voor de jongeren die zijn gekozen. Hij zegt dat dit de eerste stap is waarbij ze georganiseerd hun leiderschap kunnen uitdragen. En om verkozen te worden als youth officer, betekent dat je een grotere zaak gaat dienen. En heb je erbij stilgestaan wat het van jou gaat vragen aan tijd, aan verandering, aan karakter, aan gedrag? Dat je dus voorbeeldfiguur gaat zijn na de installatie door de minister. Dat mensen in je eigen omgeving dingen van jou gaat vragen. Ben je erbij stilgestaan? Het betekent dus dat je vanaf nu vreselijk veel studie zal moeten gaan maken voor dat deel waarvoor je gekozen hebt. De één Sustainable Development Goal en CARICOM Jeugd Ambassador. In feite zijn jullie advocaten. Jullie moeten naar de jongere doelgroep. Minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken zegt dat de zittingstermijn van de Youth Officers en de Jeugdambassadeurs 2 jaar is. Het bekleden van deze functie, zoals aangegeven door de voorgaande sprekers, gaat gepaard met uitdagingen. Maar daar bent u klaar voor. Mijn advies aan u is, blijf altijd gemotiveerd. En probeer de taken naar eer en geweten uit te voeren. U bent nu een voorbeeldfiguur voor de jongeren. De jongeren gaan naar u opkijken. En u weet hoe onze president daarover denkt. Hoor. Hij zegt altijd, we moeten de jongeren heel vroeg bij betrekken. U weet dat we portfoliohouders zijn binnen CARICOM voor jeugd. U gaat letten op de kleine dingen zoals op tijd zijn, altijd netjes gekleed zijn, want u bent een voorbeeldfiguur. Ik zeg niet dat u dat nu niet doet, maar we moeten er nu extra op letten, nietwaar? Goed. Tot zover Lalini Gopal, minister van Sport en Jeugdzaken. Ze sprak gisteren de geïnstalleerde youth officers toe die de CARICOM en de UNSDG jeugdambassadeurs zullen ondersteunen. De installatie vond plaats op het ministerie van Openbare Werken.